Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 13. We zijn op deze zondagochtend al lekker aan het spelen op de mat. Met allemaal blokken. Ja. Tex was vannacht om 3 uur wakker en echt ontroostbaar. Wist het niet wat er aan de hand was. Dus ik heb uiteindelijk had ik van dat spul wat je op zijn tandvlees moet doen als er een tandje doorkomt, dat het dan ligt. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. En toen heeft Joris denk ik nog echt 10 minuten mee op een stoel zitten wiegen. Een beetje zo in slaap zitten wiegen. En toen is hij gelukkig terug in slaap gevallen. Maar ik wist echt niet wat er aan de hand was. Dat is echt gewoon heel zielig. En de hele tijd met zijn ogen ook gewoon dicht. Dus ik denk dat hij ook nog gewoon half sliep. Toen ik wel dat spul op zijn tandvlees deed, toen was hij wel gewoon wagenwijd open zijn ogen en wakker. Maar nu is er helemaal niks meer aan de hand. En daar heeft hij gewoon in één keer door slapen tot vanmorgen vroeg. Dat ik hem wakker heb gemaakt om iets voor 7:30. Dus ja, geen idee. Maar vandaag, zondag, ik ben eigenlijk benieuwd. Ben jij al zenuwachtig? Nee. Ja. Het is vandaag Willem II NAC, de derby. Normaal is hij echt al weken van tevoren zenuwachtig. Wanneer de laatste wedstrijd af is gelopen voor deze derby, dan wordt hij zenuwachtig van oké, de volgende wedstrijd is NAC. Maar niet zenuwachtig. Okay. Heb je er vertrouwen in of? Ik weet niet zo goed. Het is nou ook zo raar dat je even stil hebt gelegen. En dan deze wedstrijd. Ja. En dan meteen de eerste wedstrijd dan tegen NAC. Ik weet dan niet veel meer raar. Oké. Okay. Ja. In ieder geval, maar die wedstrijd is dus om 11:45 al. En Koen is hier rond 10:50, dan gaan ze richting het stadion met z'n tweeën. En dan blijven Dex en ik lekker thuis. Ja, we gaan even kijken of we deze ochtend nog een kerstboom kunnen kopen. Joris zei dat de praxis om 10:00 al open was en dat ze daar ook bomen met kluit hebben. Dus gaan we straks eventjes kijken, maar dan moet eerst de kleine slapen hebben. En ja, verder hebben we nog eigenlijk niks op de planning, dus ik hoop dat we vandaag de kerstboom op kunnen gaan zetten. Ben jij heel klaar voor de wedstrijd? Heb jij een mooie muts op? Ja. Papa had ook een mooie muts op gedaan, hè? Hij weet alleen nog niet zo goed wat hij van zijn muts vindt. Hij is de hele tijd van, wil ik hem aftrekken of toch niet? Ik denk dat het is omdat het over zijn oortjes zit. En hij ons dan heel anders hoort dan anders. Maar ik vond het zo schattig staan. En Koen had een muts op en Joris had een muts op. Dus dat was echt de drie musketiers heel eventjes. We hebben trouwens een boom gekocht bij de praxis. Er was niet heel veel keuze, want wij zijn echt voor degene natuurlijk in pot. En je had ook nog mannen in pot. Alleen dan waren ze veel groter. Nog mannen zijn gewoon veel te groot. Daar hebben we gewoon geen plek voor. Dus hier staat hij nu. En ik wil straks, als die pannenkoekplant weg, als hij straks op die deksel op bed ligt, dan ga ik hem hier wegzetten en dan ga ik hem optuigen. Ja, hij knappert. Ik ben Dex even lekker een boterhammetje aan het geven. Lekker, vriend. En op de achtergrond heb ik de voetbal alvast aangezet. Willem 2 tegen NAC, die gaat zo meteen beginnen. Over 5 minuten. En ik heb de kerstboom maar heel eventjes naar buiten gedaan. Want ik was daar straks daaromheen even aan de stofzuiger, want daar had wat naalden laten vallen. En er lagen ook heel veel beestjes. Dus ik denk, oké, die moet nu naar buiten. En dat zat ook een beetje scheef en ik kreeg hem zelf niet recht. Dus ik heb tegen Joris geappt van, hey, straks na de wedstrijd moeten we even die boom uitkloppen eerst. Alle beestjes eruit. Dat ze lekker in de tuin gaan zitten en niet binnen. En daarna moeten we de boom even recht zien te krijgen. Dus ik ga hem nog niet optuigen wanneer de kleine meteen op bed ligt. Dat gebeurt pas straks wanneer Joris weer terug is. Wil je nog een hapje? Ik heb hier ook nog eentje met pindakaas. 1, 2. Hoppatee. Lekker. Ik had er straks ook even groentespret erop gedaan. Toen keek die vies. Dat was geen succes, hè? Nee. Zelfs niet omdat we eventjes moesten wennen. Nee, het was gewoon geen succes.
Ik heb toen nog een boterhammetje erna gedaan. Hij had namelijk de eerste gewoon weggegooid. Op de grond. Die ligt daar nog steeds. En toen keek ik echt zo van, ja, die ligt daar mooi. En toen dacht ik, oké, even iets anders geven. Zo meteen nog een klein beetje geven. Maar het was echt meteen... En hij haalde het hoofd uit zijn mond. En het was, nee, die ga ik echt niet opeten. Dus groentespret is geen succes. Nee. Maar wij houden meer van smeerkaas en van pindakaas. De kleine ligt op bed. Willem 2 staat al voor met 1-0. En ik heb broodjes besteld. En die zijn echt precies binnengekomen op het moment dat ik deksel op bed had gelegd. Dus top timing, zeg ik het zelf. Ik heb een broodje besteld met brie. En een broodje met geitenkaas. Dat was zo lang geleden dat ik dat had gedaan. Ik had er echt heel veel zin in. Dus die heb ik hier besteld. En een versje jus d'orange. Dus die kan mooi in dat glas. En deze broodjes kunnen op dit bord. En dan kan ik ondertussen nog verder de voetbal kijken. Mag ook op vlog met zijn jongens. Oh, heel emotioneel moment op dit moment. Ik weet ook niet zo goed waarom. Opzetten van de kerstboom. En jongens was lekker met Dex aan het spelen hier net. Het gaf me gewoon even tranen. En vooral dan ook nog het ophangen van het elfje. Wat, of het elfje. Het engeltje wat ik had hier in de top van de boom heb zitten. Dat heb ik ooit van opa en oma gekregen. En omdat opa er dus... Voor het tweede jaar dit jaar niet bij is met kerst. Beetje lastig. Ja. Alles op een hoop. Laten we het gooien om nog steeds ontzwanger of zo. I don't know. 8 maanden later. Maakt niet uit. Hè? Hoort er allemaal bij. Ik heb de kerstboom afgemaakt. En ik ga hem eventjes aan jullie laten zien. Dit is wat ik net bedoelde. Deze hangt bij mij altijd boven in de boom. Die heb ik ooit van opa en oma gekregen. Dus die hangt daar altijd heel mooi over ons te waken in huis. En dan mijn kerstboom. Met natuurlijk weer de rode ballen. En een beetje goud erin. Het klassieke en dan toch nog het moderne, het zwarte erin. En dan heb ik zowel rode glanzende ballen als matte rode ballen. En dat geldt ook voor het zwart. Die heb ik in glanzend en in het mat. En ik vind hem hier eigenlijk wel... Het is alleen een beetje lastig met de loop nu richting de achterdeur. Maar ik ga hem nog iets meer deze kant op zetten, denk ik. Dan past perfect... En zeker hier nu met opa
En de opa en oma van Joris daar en mijn opa daar. En dan hier het kerststukje. Ik denk dat dat gewoon heel mooi bij elkaar past nu zo. Heb je nou stiekem papa gefilmd? Tot hij aan het slapen is, hè? Sst, niet verklappen, hè. Niet verklappen tegen papa, hè. Dat we hem stiekem gefilmd hebben. Ja. Dex was net tijdens het wandelen eigenlijk al bijna in slaap gevallen. Hier in de straat was het weer met zijn oogjes. Was ik heel schattig om te zien. Dus toen we thuis kwamen heb ik zijn eten gemaakt. Joris heeft hem de fles gegeven. En daarna hebben we hem eventjes samen in zijn badje gedaan. Even lekker schoongemaakt. Helemaal gewassen. En toen hebben we hem ingesmeerd en lekker in bed gestopt. Ik denk dat hij een beetje moe was, hè? Als hij al in slaap valt tijdens het wandelen. Ik heb bij de Jumbo lekkere pizza's gaan halen. Dus die zitten nu in de oven en in de airfryer. En we gaan een beetje tv kijken, denk ik. Zullen we de Big Show kijken? Van Ruben Nicolai? Top. Ik weet nog niet of je het al een keer gezien hebt, maar het is zeker een aanrader. Wij vinden het echt hilarisch. De Big Show van Ruben Nicolai. Echt heel erg leuk. Deze Ette Airfryer is ondertussen klaar. Ga ik ook nog even achter het gordijntje kijken. Laat maar. Warm. Ja. 180 graden zo is het net. Een beetje warm. Ja. Zit je lekker daar in je hoekje? Ja. Waarom moet je lachen? Om het filmpje. Wij hebben vanavond gekeken naar The Big Show. En wij kijken ook het programma bij ons op het kamp. En daar zijn we nu bij aflevering 8. Maar het is 10 uur geweest, dus voor mij tijd om naar boven te gaan. In de douche en mijn haren te wassen. Dus ik ga bij deze ook de video afsluiten. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Als dat zo is, vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Want tot en met kerst heb je iedere ochtend om 11 uur weer gezellig een vlogmas vlog. Bedankt voor het kijken en ik zie je morgen weer. Doei!